Welkom bij de 18.5 Biocast. Je kijkt naar een MRI, een CT en een PET-scan. Allebei manieren om te kijken naar de hersenen. Areas involved with language. Harmless amounts of radioactive material are given intravenously to Patty Crippen, a volunteer. The brain areas that are activated when she uses words will absorb the radioactivity. Patty, this will be fairly warm going on. Okay. The thing that had to be developed was an experiment. Okay. Okay, open your eyes now and begin. Bad. Fan. Hot areas on both sides, roughly in the middle of the hemispheres. These are areas that operate Patty's vocal apparatus. Sturen heet 18.5. We gaan kijken naar de onderdelen van je hersenen. Je hebt hier het ruggenmerg. Daarboven het verlengde merg. De pons. De middenhersenen, en daar zit een ventrikel, een ruimte met vocht, het corpus callosum, de hersenbalk, de grote hersenen en de kleine hersenen. Maar dit is natuurlijk tweedimensionaal, dus draai je de hersenenslag en maak je een andere doorsnede, dan zie je daar het ventrikel zitten, maar binnenin, tussen die ventrikels, zit nog wat anders. Daar zit de thalamus, daaronder natuurlijk de hypothalamus. Dan heb je daar de hypofyse. En hier hebben we de grote hersenen en daar zitten verschillende centra in. Dit is het secundaire motorische centrum. Dit is het primaire motorische centrum, het primaire sensorische centrum, hier de secundaire visuele cortex, gezichtscortex, en daar de primaire visuele of gezichtscortex. Hier het gehoorcentra. En die twee kijken we nog even opnieuw. Dit is de sensorische cortex en dit is de motorische cortex. En de buitenkant, daar kun je deze plaatjes van maken. En die geven aan welke neuronen met welke gedeelte van je lichaam verbonden zijn. En beide hersenhelften zijn via het corpus callosum met elkaar verbonden. Dit was hem alweer, de 18.5 Biocast. Veel succes met studeren.